Lau, wat zie je er awesome uit. Schat, ik heb alle vertrouwen in dat jij dit kan. Ik vind het spannend. Je hebt gelachen, als ze echt lacht, dan heeft ze die hoogste. Nou. Goedemorgen iedereen, welkom weer bij een nieuwe vlog. Ik ben bijna bij Club Sportief. Ik ga weer lekker sporten met Ashley. En daarna heb ik een hele spannende, vooral hele leuke dag. Dus, jullie zien me straks. En dan ga ik het jullie allemaal wel even vertellen. Oké, klaar met sporten. Ik ben in de tussentijd ook al naar de volgende locatie gereden waar ik een afspraak heb. Ik ben nu bij Josh via hoofdkantoor. Ik ga namelijk wat spulletjes terugbrengen die ik hier heb liggen. En ik ga kijken voor een outfit voor vanavond. Ik heb lekker gesport, want Ashley heeft me weer helemaal afgemaakt. Alleen we zijn soms zo lekker aan het sporten dat ik dan echt vergeet te vloggen. Dus ik heb een paar oefeningen heb ik even gefilmd. Maar ik denk dat we anderhalf uur hebben gesport. We hebben zeker 3 kwartier op de loopband gestaan. En daarna hebben we gewoon heel veel core gedaan. Dus ik voel me weer lekker in shape. Ik ga nu een outfit van vanavond scoren. Omdat ik vanavond een hele spannende presenteerklus heb. Maar daar vertel ik jullie straks meer over. Let's go. Hallo. Hi. Hi. Nou, daar ben ik hoor, met mijn spulletjes. Lau, wat zie je er awesome uit. Thanks, de broek is misschien een tikkie te lang, maar gewoon nog hogere hakken eronder. Ja. Wauw. Ja, dit is wel een hele mooie fit voor vanavond. Looking sharp, en dit is echt power dressing. Klopt, ik weet niet, een pantalon, dat straalt inderdaad echt een powervrouw uit of zo. Ja. Vaak nog sexier dan dat je echt in een jurkje kan. Ja. Ja, dat vind ik ook. Echt heel mooi. Tof. En kijk een mooie billen erin. Ja. Woe! Ja, leuk. Echt heel mooi. Ja, ik vind het ook heel erg gaaf. Nou, nog eventjes die 2 andere lookjes. En dan moet je toch echt zelf maar kiezen wat je vanavond aan gaat trekken. Maar er zijn in ieder geval genoeg mogelijkheden. Ja, we hebben opties. Hoe noem je deze kleur exact? Voile rouge. Voile rouge. Oké, jongens. Dus het is niet oranje, maar het is voile rouge. Ja, het lijkt niet eens oranje in het echt. Het is een soort van koraalrood. Ja, dat is het ook. Yes, ik laat jullie thuis zien welke fitjes ik mee heb genomen bij Josvie. Want jullie moeten me gaan helpen kiezen. Maar dat kan niet, want we zijn niet live. Maar Fredje gaat me hopelijk helpen met kiezen. Ik ben nu even gestopt bij Foon. Hello beauty. Hey, en kijk wat wij lunchen. Weer die fantastische salade. Hoe heet dat winkeltje eigenlijk? Pocket Perfect. Pocket Perfect. Met quinoa, met edame boontjes, zeewier, mais en gerookte kip en avocado. Dus dat gaan wij even lekker lunchen. Hey, ik ben weer thuis. En daar is mijn lieve Fred. Fredje gaat nu mijn haar en mijn make-up doen. En volgens mij heb ik jullie nog helemaal niet verteld waarvoor. Nee, volgens mij zou ik dat nog doen. Dus dat ga ik jullie nu vertellen. Vanavond is de première van The Hitman's Bodyguard. Ik heb deze film al gezien. Vorige week heb ik een screening gehad. Om alvast te kijken hoe de film is. Om me al wat te kunnen inleven. Het is namelijk een hele bijzondere film. De hoofdrol wordt gespeeld door Samuel L. Jackson. En door Ryan Reynolds. Oh, top. En die chemie tussen die 2 mensen is echt subliem. Maar het hele bijzondere van deze film is dat het zich afspeelt. In ieder geval een heel groot gedeelte van de film. Speelt zich af in Amsterdam en in Den Haag. Maar vooral in Amsterdam. Waar hele gave scènes worden gespeeld op de Amsterdamse grachten. Leuk. Dus ons Nederlandje is gewoon decor van deze Hollywood film. Gruwelijk. Sorry dat ik dit zeg, maar fucking het is gewoon gruwelijk. Fucking ja? Ja, absoluut. Nee, het is echt geniaal. En ik ben vandaag eigenlijk de presentatrice van de avond. Dus ik verwelkom iedereen. Het zijn 3 zalen. En ik doe een praatje over de film. En ik ga een actrice interviewen. Dus het is eigenlijk allemaal best wel spannend voor mij. Dus een beetje zenuwachtig wel. Schat, ik heb alle vertrouwen in dat jij dit kan. Ja, sowieso. Serieus. Dus leuk dat je kijkt. Ik ga aan Fredje vragen als je in de zaal zit om mij te filmen natuurlijk. Hoe ik sta te presenteren. Dus dat zullen jullie
hopelijk straks allemaal in de vlog zien. En nu is dit een before, blote bilhoofd. En zometeen een after. Yeah. Are you ready? Oké, nou, ik heb me omgekleed. Dit pakje hadden jullie natuurlijk al gezien toen ik bij Josh was. En ik denk dat ik dit aan ga doen. Het andere is dit jurkje. Dat is zeg maar een zwart-wit jurkje. En die is ook heel erg mooi. Maar ik weet het niet zo goed, Vree. Ik denk dat ik dit wel heel erg mooi vind. Heel erg knallend en pakkend, weet je wel. Hallo, we zijn er bij de Pathé Arena aangekomen. Oké, ik was thuis weer een beetje haast en stressen, want we zijn altijd dan tot de laatste seconde nog bezig met het haar en make-up. Yes. Nou, jullie weten dat ik voor dit heb gekozen. Ik zal even naar achter. Dit is dus een hele set van Josh V. Het andere jurkje is ook super mooi, maar die ga ik gewoon voor een andere gelegenheid dragen. Dus dat gaan jullie zeker nog een keertje zien. Aan in ieder geval. Ja. Dit is het uiteindelijke volle resultaat van de make-up en de haren. Alsjeblieft, schat. Even de achterkant van haar. Even de achterkant. Kijk eens, dames en heren. Heeft Fred het goed gedaan of heeft Fred het goed gedaan? Doe een duimpje omhoog. Hij staat daar nog even te werken met zijn telefoon. Maar die gaat ook gezellig mee naar de première. Yes. Ik heb er zin in, Vree. Ziet er goed uit. Ik vind het spannend. Je bent wel ontspannen. Dus zo heel spannend vind je het volgens mij ook niet. Komt helemaal goed. Dat kan jij. Goedenavond allemaal. Ik ben Laura Pontecorvo. En ik wil jullie namens Dutch Filmworks en... Producties van harte welkom heten bij de première van de Van de Hitman's Bodyguard. Ja. En dan ga ik hele rare dingen doen. Ja, maar nu is het gewoon spontaan. Straks komt het helemaal goed. Komt helemaal goed. Let's go in. Oké, let's go in. Heel Amsterdam op zijn kop stond door de spectaculaire stuntscènes die zich afspelen op de grachten. En vandaag is het zover. Wij gaan ons eigen Nederland zien als decor in een echte Hollywood knaller. Oké, de film is afgelopen. Vree, wat vond je ervan? Hoi. Vond je het vet? Ik wil hem eigenlijk nog een keer zien. Ik zei het toch? Oké, dit was mijn tweede keer ook. Ja. En hij bleef gewoon even leuk. Heel vet. Dezelfde, maar ook om hele andere dingen. Dat als je hem twee keer ziet, dan zie je ineens ook weer andere dingen. Maar ik ben gewoon echt stiekem een beetje fan van Samuel L. Jackson. Schat, en ik ben zwaar fan van die hele Ryan Reynolds en van hun met elkaar. Zij zijn zo grappig. Zij zijn echt zo leuk. Echt een aanrader. Echt een aanrader. Ja. En zo net was het hartstikke druk bij de Rode Loper. Het was allemaal een beetje gehaast. Ja. Dus ik heb jullie nog iets niet laten zien wat ik jullie heel graag wil laten zien. Dit is toch... En het past ook echt bij de film. Dus jullie moeten echt naar de film en dan moet je nu deze vlog en dan snap je wat ik bedoel. Oké, kijken. Oh, joe, stuntauto, kijk dan. Hoe maken ze dit? Vet, hè? Zitten allemaal kogels in? Ja, dit is dus een officiële stuntauto, jongens. Kijk hoe het eruit ziet van binnen. Geniaal. Geniaal, moet je kijken. Kijk hoe tof. Dit is zo cool. Nou, ik zou jullie heel eerlijk zeggen, dit is echt super tof. Oké, nou, let's go. Hij moest eigenlijk heel snel weg, want hij was ineens heel druk met werk en kwamen dingen tussen. Dus het was, oh my god, ik moet nu als een gek een paar dingen gaan oplossen. Maar hij gaat hem maar thuis een keer op Netflix kijken, want hij zegt te gek. Ja, maar hij staat nu wel om de hoek te wachten, want hij kwam ons wel weer even ophalen. Dus dat is fijn, dan gaan we naar huis nu. We're going. Eigenlijk is het zo zonde, Vree. Je hebt mijn haar en mijn make-up gefixt voor echt maar 3 uurtjes. Maar je was beeldig. Ik wil dus nu zo slapen zo en zo wakker worden morgen. Dan ben en ik morgen weer een belangrijke dag. Ben ik goed. Misschien ga ik het ook doen ook. Nog helemaal niet verteld hoe het is gegaan met presentatie. Het was super spannend, maar uiteindelijk ging het hartstikke goed. Dus ik ben helemaal blij. Did it. Ben geen tekst vergeten. Heb niet gestotterd of gestruikeld over mijn woorden. Nee, het is gewoon goed gegaan. Dus ik ben toch wel super proud.
Hé, hey, Skipke. Zo niet nodig. Piep, piep. Amersie. Piep, piep. Amersie. Ik wil je even immens vriendelijk bedanken voor making me pretty today with my hair and makeup. Mooi gelukt, hè? Ja. Doe een duim omhoog, vond je deze look mooi? En doe een duim omhoog als je naar de Hitman's Bodyguard film gaat of al bent geweest en hem net als ons drie, jij hebt hem ook wel gezien. De shit vond. De shit vond. Dat ja, echt. Die humor van Samuel L. Jackson. Nee, grappig. Jij zit in mijn oor te lachen bij de screening. En jij zit vandaag in mijn oor te lachen. Oh, want jij gaat zeker niet in mijn oor. Zo hard aan het lachen. Je hebt geluid, als ze echt lacht, dan heeft hij die hoogte. Zwaar. Echt zwaar. Okay. Ja, anyway, kijken. Doei. Hey, bedankt voor het kijken, jongens. Nou ja, sluit hem maar af. Ja. Dit kanaal lijkt een flesje zijn kanaal. Doe allemaal een duim omhoog als jullie het prachtig vonden vandaag. Door mijn Josh V outfit en haar make-up van Fred. Woe! Zie je volgende keer in de volgende video. Tot volgende keer. Rustig. Doei. Doei.